Het is 10 maart 2022. De energietransitie is in volle gang. En in deze uitzending gaan we het hebben over het lokaal delen van energie. Mijn naam is Erik Pekel en met mijn gasten aan tafel ga ik het hebben over het Schiphol Trade Park. Want daar delen nu al 15 bedrijven samen hun netcapaciteit. Sander Mertens, jij bent lector energietransitie. Dat lokaal delen van energie waar we het vandaag over gaan hebben. Waarom is dat cruciaal in de energietransitie? Ja, dat is zo cruciaal, Erik, omdat het steeds lastiger wordt in Nederland ook om energie het net op te sturen en weer van het net af te krijgen. We zitten eigenlijk een beetje op slot. Ik wil eigenlijk een link trekken naar ontwikkelingslanden, ontwikkelingsgebieden. Ik zie hetzelfde namelijk in Zuid-Afrika, waar we ook projecten hebben. Daar heb je ook de lokale situatie, waar lokaal een zonnepaneeltje en een accuutje is. En die mensen die hebben af en toe ook te weinig energie of zo af en toe te veel. Dat moet met elkaar verbonden worden en die moeten lokaal energie gaan delen. En dan ontstaat er ineens een situatie dat er een veel stabieler aanbod is. Ja, hier in Nederland hebben we een andere uitdaging waar we tegenaan lopen. Dat is netcongestie. Bedrijven die kunnen steeds vaker niet de aansluiting krijgen die ze nodig hebben. Dat zien we ook in dit plaatje hier in beeld. Waarom is het dan een zinvolle oplossing om samen energie te gaan delen? Dat voorbeeld wat we vandaag helemaal door gaan spreken. Ja, dat samen energie delen, dat is zo cruciaal om het nou niet meteen het net op te sturen en daarmee heen en weer te slepen. Hè. We belasten daarmee het net ontzettend. En het is dus belangrijk om het zoveel mogelijk eerst lokaal te houden voordat je het net opstuurt. En dat kan. En dan hebben we 100 jaar gebouwd aan een heel goed centraal net. Een van de beste van de hele wereld. En dan gaan we het nu lokaal weer eigenlijk helemaal opnieuw inrichten. Is dit dan toch een stap vooruit? Ja, dat lijkt raar inderdaad, maar we gaan natuurlijk steeds meer elektrificeren. Hè? Er komen steeds meer zonnepanelen bij en die sturen allemaal op hetzelfde moment sturen ze die energie het net op. En daarmee heb je een stuk overbelasting op datzelfde tijdstip, omdat het allemaal op hetzelfde tijdstip is. En het is natuurlijk ook met die elektrische auto's zo dat we steeds meer elektrisch gaan. Dus het net wordt gewoon steeds zwaarder belast en daarom hebben we nu ook deze situatie. Aan tafel. Bij Sander en mij aan tafel zitten Bart Blokland, manager Energy Systems bij de Schiphol Area Development Company. Je bent expert op het gebied van de energietransitie en duurzame gebiedsontwikkeling. En Sanne Castro, head of engineering bij Joules, expert op het gebied van duurzame energieinfrastructuur en systeemintegratie. Heel welkom. Ja, en jij bent eigenlijk ook bij ons aan tafel aangeschoven, beetje op afstand, dat wel. Maar we zijn live en dat betekent dat je op elk moment jouw vraag kunt insturen. Die komt dan in eerste instantie bij onze chatmoderatoren terecht. Maar zij kunnen jouw vraag of jouw aandachtspunt doorsturen naar het scherm bij mij hier op tafel. En dan kan ik jouw idee of jouw vraag direct inbrengen in het gesprek. Maak daar graag ook gebruik van. Ik heb ook een paar vragen aan jou en hier is meteen de eerste. Want we zijn in goed gezelschap onder elkaar, maar we zijn natuurlijk wel nieuwsgierig welke rollen allemaal onder de deelnemers aanwezig zijn. Dus maak graag een keuze door te klikken op een van die rollen in beeld. Wat is jouw rol in de energietransitie? En dan deel ik straks de resultaten. Bart, kun jij iets zeggen over jouw rol? Wat doe jij binnen de Schiphol Development of Area Development Company? Ja. Schiphol Area Development Company, SADC, ontwikkelt en beheert meerdere bedrijventerreinen in de metropoolregio van Amsterdam. En ik mag me bezighouden met de innovatie van de energiesystemen op die verschillende bedrijventerreinen om te kijken hoe dat we een zo duurzaam mogelijk energiesysteem kunnen realiseren. Ja, en een van die bedrijventerreinen, dat is het Schiphol Trade Park. We zien hier het logistiek centrum van de toekomst, wat nu wordt gebouwd, AMS 5. Kun je daar iets over zeggen? Wat is dat voor logistiek centrum? Schiphol Trade Park is een van die bedrijventerreinen, heel dicht bij Schiphol. Ruim 140 hectare. En daar zijn meerdere bedrijven, zoals dit bedrijf, gevestigd. En natuurlijk dicht bij Schiphol, dat is logistiek. Maar er is ook een campus en er is ook een energy hub, waarin bedrijven die zich ontwikkelen op de energietransitie vestigen. Schiphol Trade Park mag zichzelf het meest innovatieve en duurzame bedrijventerrein van Europa noemen. Ja, het is een heel aantrekkelijk gebied natuurlijk om je te vestigen als bedrijf. Echt midden in de Randstad en natuurlijk met hele goede
logistieke knooppunten heel dicht in de buurt. Dus je zou eigenlijk verwachten, zeg maar als leek, nou, er zal wel heel veel netcapaciteit zijn. Maar dat is zeker niet het geval daar. Hè. Je zag net dat die rode kleur ook op de kaart in dat gebied. Ja. Dus dat weegt zwaar, kan ik me voorstellen. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, er is ook heel veel capaciteit daar. Hè. Onderschat niet wat er in de grond en boven de grond is aangelegd aan capaciteit. Alleen de economische ontwikkelingen gaan zo snel. En de energietransitie komt eraan, is nog aan het begin aan het opstarten. En daardoor neemt die vraag enorm toe. En hebben bedrijven meer behoefte aan capaciteit, zowel voor levering als teruglevering, omdat ze zelf ook heel veel energie gaan opwekken. En dat maakt dat dat net veel zwaarder belast wordt, dat er druk ontstaat op het net en dat er dus sprake is van congestie. Ja, jullie hebben als oplossing dat je lokaal die capaciteit deelt, maar dat je ook energie deelt. En hoe dat exact in elkaar zit, ja, dat nemen we echt als voorbeeld vandaag. Dat gaan we helemaal uitpluizen. Maar er hoort ook dit moment bij, hier op het scherm. We zien jou helemaal links op dit plaatje. Want jullie hebben eind vorig jaar een balanceringsovereenkomst getekend. 15 samenwerkende bedrijven in een energiecoöperatief met de netbeheerder. Wat houdt dat in, zo'n balanceringsovereenkomst? Nou, september 2020 kregen we het bericht dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van netcongestie in de toekomst. En wat schetst onze verbazing, een maand later krijgen we de brief dat er dus congestie is. En dat betekent dat een deel van de bedrijven op het bedrijventerrein transportcapaciteit hebben gekregen van de netbeheerder en een deel, 2/3 van de bedrijven, niet. Nou, vanaf dat moment zijn wij in gesprek gegaan met Liander, de netbeheerder, om te kijken of dat er een oplossing is voor de bedrijven die geen capaciteit hebben. En daar is dit moment zeg maar het vervolg van, een maandje of 10 later, waarin we juist de afspraak hebben vastgelegd met Liander, waaronder we als bedrijven met elkaar capaciteit kunnen gaan delen. Dat betekent de bedrijven die capaciteit hebben, op de momenten dat ze het niet gebruiken, ingezet zou kunnen worden voor de bedrijven die geen capaciteit hebben. En dat we met elkaar kijken hoe dat we binnen de toegestane capaciteit toch energie kunnen leveren aan alle bedrijven op het bedrijventerrein. Ja, en hoe dat precies in zijn werk gaat, wat daar is afgesproken, dat gaan we heel duidelijk maken in deze uitzending. Want Sanne, die netcongestie, dat is een heel groot probleem, dat kom je overal tegen. Maar eerst nog eventjes, of op steeds meer plaatsen, jammer genoeg. En er is dus dit als een van de oplossingen voor gewoon door te voeren. Dat kan nu al met de huidige techniek, ook met de huidige wetgeving. Maar eerst nog even over jouw rol bij Jules als Head of Engineering. Heb jij het gevoel dat innovatie en duurzaamheid, dat ja, eigenlijk allemaal steeds meer is waar het om draait, ook in jouw rol? In mijn rol iedere dag. Ik ben verantwoordelijk voor engineering. Maar juist ook voor innovatie. De bedoeling is echt dat wij de energietransitie gaan maken. Hè? Dat we de oplossingen die er zijn technisch gaan brengen naar die bedrijven en dat we deze problemen gaan tackelen. Dat zijn problemen zoals netcongestie, maar ook, hè, zoals net genoemd, de energietransitie is ook heel veel elektrificatie van transport. Je moet denken aan high power charging of walstroom of ook warmtevraag die vaak elektrisch wordt. Nou, dat zijn allemaal zaken waarin wij faciliteren en zorgen dat ze daar komen. Ja, en daarin bieden jullie ook niet alleen de techniek, maar ook zetten jullie assets bij jullie op de balans. Hè? Jullie leveren energy as a service. En daarmee maak je ook in het verdienmodel veel dingen mogelijk. Ik zie hier jou staan in het werk van AMS5. Het is eigenlijk net dat futuristische plaatje, die visualisatie. Ja. Maar het wordt nu echt gebouwd. Wat zien we hier? Nou, wat we hier zien, hè, dit is nog echt, de site is hier nog helemaal open. Inmiddels ligt het dak er helemaal op. Ik ben hier in overleg met een van onze leveranciers, Pompower, om te kijken van ja, wanneer komen hun leveringen allemaal aan. We gaan samen met hun buiten batterijen neerzetten, gasgeneratoren en backup generatoren en switchgear, om het allemaal aan te sturen. En op het dak gaan we weer met andere partijen gaan we helemaal volleggen met zonnepanelen. Ja, we zijn hier aan het kijken wanneer alles aankomt en overleg. Ja, want die assets die je noemt, die stuurbare assets, generatoren, batterijen, die heb je echt nodig als je samen zo'n virtual grid eigenlijk wil realiseren. Als je wil zorgen dat je met minder toegezegde capaciteit gewoon altijd toe kunt. Ja, eigenlijk zijn wij in december 2020 begonnen, 2 maanden nadat bericht binnenkwam, voor deze klant die eerst dacht van ja, we krijgen geen stroom. Wat moeten we nu doen? Dus dan zijn we eerst systeemgebouw wat volledig autonoom voor zichzelf kon zorgen.
Dus in principe, als wij niet met z'n allen zouden samenwerken, zou dit pand nog steeds stroom hebben. Maar toen bleek dat heel veel partijen natuurlijk dit probleem hadden. En toen zijn we gaan kijken, nou, hoe kunnen we nou echt gaan samenwerken? Want niet iedereen hoeft dan hetzelfde te bouwen. Als je die stuurbare assets hebt, en dan kan je die capaciteit met elkaar gaan delen. Want niet iedereen heeft zijn piek op precies hetzelfde moment. Dus als de ene zijn piek heeft en de ander niet, dan kan je die capaciteit naar de ander toe sturen. Ja. En daarom gaan we overal op al die plekken meten. Nou, dat gaan we zo ook wel toelichten. Maar wat dan ook belangrijk is, als je dan meet en je ziet dat je te veel begint af te nemen, dan moet je gaan inspringen. Dus we hebben hier batterijen staan die dan meteen kunnen reageren. Nou, ook gasgeneratoren als nodig is. En in sommige momenten in de winter die nog wat extra erbij kunnen stoppen. Ja, en het mooie is, dat is dus niet alleen dan voor AMS5, maar dat wordt ook nog door de andere partijen op Schiphol Trade Park gedeeld in dat energiecoöperatief. Ja. Dan kan het natuurlijk veel makkelijker uit. Plus dat je samen nog betere capaciteit hebt. Nou, daar gaan we het dus uitgebreid over hebben in deze uitzending. Sander Mertens, jij bent directeur van Mission Zero. Wat is het wat jullie doen in de energietransitie? In Mission Zero, Erik, daar kijken we veel breder naar de zaken. Want het is belangrijk dat we de techniek hebben. Maar vervolgens moeten mensen meedoen. En dat is soms nog wel lastiger dan alleen de techniek zelf. Hè? Je moet energie met elkaar gaan delen. Daar moeten zaken voor geregeld worden. Dus dat is een heel belangrijk stuk van je energietransitie. Ja, en het lastige is natuurlijk, hè, als je het hebt over duurzame opwekking, dan die wekken meestal niet op de momenten dat je het allerhardste nodig hebt. Tenminste, niet per se. Daarom heb ik even 3 plaatjes uit jouw paper gehaald. Ja. Wat kunnen we hierover zeggen? Nou, wat je daar linksboven ziet, dat is eigenlijk het aanbod van zonne-energie. Ja, zoals het bekend is, denk ik ook, dat is natuurlijk vooral een aanbod in de zomer. Maar we hebben eigenlijk het gebruik hebben we voor een belangrijk stuk in de winter liggen. Daar hebben we de warmtevraag, dat is het grootste gebruik. En wind, dat zie je in het rechterplaatje, die heeft eigenlijk veel meer een aanbod in de winter ook. En dan heb je een energieaanbod in de winter, dat het dan wat harder waait. En de combinatie van zon en wind is eigenlijk vrij ideaal om een veel stabieler aanbod te hebben. En als het eens een keertje niet waait, schijnt de zon wel, of andersom. En je kan ook met de verhouding van die twee gaan spelen. Wat je nou precies nodig hebt om vraag en aanbod te matchen. Daar zoomen we nog veel te weinig op in. Hè, we leggen veel te vaak nog een dak helemaal vol met zon en willen dan in de winter weer terug hebben. Dat doen we ook bij al onze woningen. Dus ik zou willen dat er eigenlijk veel meer gekeken wordt naar een combinatie van zon en wind. Ja, bij Schiphol is dat lastig, hè? Daar kan je niet zomaar windmolens neerzetten. Precies, dat kan niet overal. Hè? Dus dan moet je naar andere oplossingen uitwijken, naar opslag, naar alternatieven. Maar het is belangrijk om eerst eens te kijken naar een combinatie van deze duurzame bronnen. Dan voorkom je een stukje transport-issues. En dat zie je in het onderste plaatje. Hè? Transport, dat is gewoon af en toe een grote issue. En dat komt door de mismatch tussen aanbod en capaciteit. Ja, hier zie je heel duidelijk wat de piekmomenten zijn op de dag. Hè, wanneer er het meeste vraag is, dat zien we in het onderste plaatje. En dat is ook niet per se op de momenten dat de zon het hardste schijnt of wanneer er het meeste wind is. Dus daar zou je toch al snel dan iets moeten met uitwisseling, met opslag. Maar ook met extra capaciteit die je gewoon nodig hebt. Bijvoorbeeld met batterijen of... Ja, en je kunt ook kijken van wat is nou de oorzaak van dat er die piek is in die uren. Ja. Ja, zetten wij allemaal 's ochtends om 7 uur de verwarming aan? Ja, dan is dat een enorme piekvraag. Is het mogelijk om die piek dan te verschuiven? Hè? Dat noem je piekscheren. Dat je zegt, ik ga de piek eens wat naar voren of naar achteren. Want als het je lukt om die van 7 en 8 uur, om die 's nachts om 3, 4 uur te hebben, ja, dan heb je al een heel groot gedeelte van het probleem opgelost. En juist met zo'n transportcentrum, logistiek centrum, waar je het ook hebt over het laden van emissieloze elektrische voertuigen, kun je heel makkelijk natuurlijk bepalen van wanneer ga je die laadcapaciteit inzetten, wanneer ga je die busjes opladen. Ja, die kunnen wij volledig real-time sturen. Hè? Dus je kan ook zeggen, nou, de auto komt misschien aan om 8 uur, of het busje komt aan om 8 uur, maar we beginnen pas iets later op de dag daar volledig vermogen aan te leveren om echt goed op te laden. Afhankelijk van hoe leeg de batterij is van het voertuig wat aankomt. Maar je kan ook de andere kant op. Je kan ook zeggen, nou, we gaan die kantoren gaan we alvast verwarmen om 3, 4 uur 's nachts. En niet pas om 7 uur, omdat we dan ook al een heel grote andere piekvraag hebben. Ja. Dus je kan echt met die vraag wel gaan spelen ook. Ja, en zeker in zo'n coöperatief is het natuurlijk heel interessant dat je
daar nog meer mee kan spelen. Als je dat over 15 bedrijven doet, dan kun je natuurlijk veel meer mogelijkheden. Ja, heb je veel meer mogelijkheden. Ja. Want daar hebben we het over in deze uitzending, het lokaal delen van energie. En we zijn ook wel benieuwd hoe urgent dat voor jou is. En daarover gaat de volgende polvraag. Die verschijnt nu in beeld. Klik op het antwoord van je keuze. De resultaten heb ik trouwens niet voorbij zien komen op de eerste poll. Maar ja, als je klikt zie je meteen dat tellertje oplopen. Dus dan weet je precies hoe dat voor anderen geldt. Maar deze wil ik graag straks de resultaten eventjes kunnen delen. Dus in welke mate heeft jouw organisatie te maken met netcongestie? Hoezeer zit dat in de weg van je plannen? Hoe erg loop je daar tegenaan? Want Bart, jij vertelde net over de uitdaging in het gebied. Jullie uitdaging met netcongestie. En hoe is die situatie daar nu? Nou, op dit moment zijn er dus bedrijven die capaciteit hebben die ook hun operatie draaien. En er zijn een aantal bedrijven die nu hun operatie starten. En geen capaciteit hebben gekregen van de netbeheerder in het contract wat ze hebben. Maar nu wel stroom kunnen gaan krijgen uit het collectief. Dus wij meten bij de bedrijven die capaciteit hebben wat hun verbruik is. Kunnen dan ook bepalen van hoeveel capaciteit er totaal nog beschikbaar is. En dat doen wij real-time. En dan kunnen we ook bepalen van hoeveel van het netcapaciteit nog gebruikt kan worden. En wat het moment zal zijn waarop we ergens of een accu of een generator moeten bij aanzetten. Nou, we kunnen dat heel goed zien in dit plaatje ook. Dus het heeft heel erg te maken met die pieken. Dat grafiekje wat we net onder in beeld zagen. Hè, die verbruiksprofielen per bedrijf tel je die bij elkaar op. En dit is dan helemaal geanonimiseerd. Hè. Dit is net een beetje anders dan dat. Maar hieronder zit nog wat de behoefte is per bedrijf, toch? Al die gebruiksprofielen. Nou, dit zijn de gebruiksprofielen van de bedrijven met elkaar opgeteld. En is wel een realistisch beeld van wat je ziet op Schiphol Trade Park. En het is duidelijk dat bedrijven, als ze alleen individueel zouden zijn, dat er maar een heel klein stukje van de capaciteit benut zou worden. Dan praat je over het oranje en een deel van dat groene vlak. Maar juist door het collectief te maken en met elkaar capaciteit te delen, ontstaat er opeens de mogelijkheid ook om het blauwe te benutten. En ook nog eens een keer, dat zie je bovenin, het kleine rode stuk, het extra aan zon, PV-opwek, wat nog eens een keer bijdraagt op de ontlasting van het net. En dan zie je dat er, nou, ik weet niet of het voor de kijkers te zien is, maar nog een heel klein stipje aan paars bovenin ziet, wat je dan uiteindelijk uit je accu's, en als dat echt niet anders kan, zeg maar, met een gasgenerator, moet worden gevoed om te zorgen dat je in de vraag kan voorzien. En dit is nog op basis van de vraag, zonder dat we met elkaar gesproken hebben over bijvoorbeeld het verschuiven van de vraag. Dus de optimalisatie, dat zou de volgende stap zijn, waardoor je nog minder, zeg maar, een belasting van het net gaat zien en dus nog minder vaak gebruik moet maken van die opslag- of opwekcapaciteit. Dat begint zien, met inzicht, hè? En dit geeft al inzicht. En wat wilde jij duiden? Nou, kijk, in de winter kan je gewoon goed zien, hè, dat we die capaciteit wel hebben op sommige momenten. Dus er zijn ook wel dalen te zien. Zijn dat weekenden dat trouwens? Dat zijn weekenden, die, klopt. Ja. Hè? Dat zijn sowieso de dalen. Maar binnen een dag heb je ook nog wel dalen, waarin je de zeepbatterij nog kan opladen 's nachts en overdag het weer erbij kan duwen. Dus juist door het gebruik te maken van die gezamenlijke netaansluiting kunnen we van dat blauwe gedeelte stoppen in de batterij, 's nachts, en overdag halen we het er weer uit. Ja, wat je natuurlijk ziet hier ook, hè, is linksonder, dit is een prognose. Dit zijn de verbruiksprofielen zoals jullie die verwachten in 2023. Maar inmiddels ben je al aan de slag, Sanne. Wat verwacht je daarvan? Want je gaat het natuurlijk met die software real-time monitoren. Klopt, we beginnen nu gewoon vooral met heel veel dingen te meten. En de software is in laagjes opgebouwd. Dus het is zo dat als er geen contact is met de buitenwereld, dan kunnen we alsnog gewoon het in balans houden op het eigen terrein. Ja, maar als het goed is, is het contact er wel altijd. En dan kun je dus gaan kijken van nou, afhankelijk van je voorspelling van het weer de volgende dag, ga ik mijn batterij nu alvast tot vol zetten? Of verwacht ik bijvoorbeeld heel veel zonneopbrengst? Nou, dan gaan we de batterij wat meer legen in de ochtend, zodat we overdag die batterij weer kunnen vullen. Want de goedkoopste stroom is die groene stroom.
Dus daar proberen we zoveel mogelijk gebruik van te maken, ook nu al. Ja, en wie gaat dat analyseren? Want wat mij triggert, hè, Bart, is dat je zegt, je wil die piekshaving doen, je wil die pieken eraf schaven. Want hoe minder capaciteit je nodig hebt, hè, dan misschien kun je wel met wat minder assets toe als je het slim speelt. Of in ieder geval zo goedkoop mogelijk je energie inkopen. Sanne, hoe adviseren jullie daarin? Ja, wij hebben zelf een energiemodel per locatie. We zijn op meerdere locaties actief, waarin we op basis van voorspellingen van energieprijzen onze strategie bepalen. Los daarvan werken we ook nog eens samen. En samen met de partij die eigenlijk die assets allemaal aan elkaar knoopt. Die hebben een algoritme daarvoor geschreven. En wat wij doen, iedere partij die op dat Schiphol 2-park zit, alle 15... Die kunnen die stroom afnemen. En de partijen die stuurbare assets hebben, zoals een gasgenerator, die geven prijzen door. Die zeggen van nou, als je die van mij aanzet, dan kost het zoveel morgen. En als je die van mij aanzet, kost het zoveel. En die algoritmes die over het hele park werken, die kunnen dan denken, we proberen sowieso geen gas te gebruiken, maar als het echt nodig is, dan zetten we die aan. Van die is morgen de meest gunstige om aan te zetten. Ja. Maar Bart, je verwacht dan dus dat mensen steeds meer inzicht krijgen, ook per partij, in hun eigen verbruik en de kosten per moment. En dat ze dan zelf daar ook op gaan anticiperen. Ja, opeens zie je dat energie heel interessant en heel belangrijk wordt. Want ja, als het is heel schaars, dus het krijgt aandacht. Nou, wij hebben samengewerkt met Spectral Energy, die een platform heeft gebouwd die real-time alle verbruiken bij de locaties op alle punten meet. Vervolgens dat in een centrale box samenbrengt. En daar zit die algoritme die uiteindelijk bepaalt van oké, wanneer gaan wij gebruik maken van batterij of van generatorcapaciteit. Nou, je ziet dat dat heel weinig is. Met de modellen die we nu hebben doorgerekend, zien we dat we 90% van de energievoorziening van het hele bedrijventerrein kunnen halen uit de netcapaciteit die beschikbaar is. Dus dat betekent dat we maar voor minder dan 10% moeten zorgen dat we batterijen geladen hebben en eventueel de generator op standby hebben. Nou, als we dan nog eens een keer de optimalisatie kunnen doen, dan zul je zien dat dat restant steeds kleiner wordt. En natuurlijk is het ultieme doel om ervoor te zorgen dat het hele bedrijventerrein zelfvoorzienend wordt met de eigen duurzame stroom die het opwekt en de beperkte capaciteit van het net. Ja, dus Sander, wat we hier zien in die samenwerking, en we gaan straks meer in de techniek duiken en in de afspraken, maar dat er goede techniek is, er zijn goede afspraken, en dan vooral het gedrag door het inzicht gaat heel erg veel opleveren. Het is interessant, hè, dat mensen dus steeds meer samen moeten werken om juist samen te zorgen dat ze voldoende aanbod krijgen in energie en de energie ook het net weer op kunnen sturen. Die samenwerking is dus cruciaal vanuit de techniek. Ik vind dat een hele interessante ontwikkeling. Ja. Ja, mooi om te zien. En wat verwacht jij van het gedrag? Is dat vooral dat als je het visueel voor je ziet en dit soort plaatjes, brengt dat mensen vooral in beweging? Nou, mensen moeten gaan communiceren met elkaar. Hè? Er wordt wat van ze verwacht ook. En ze willen ook wat aanbieden, omdat dat voor hun ook weer nieuwe mogelijkheden schept. Dus in die zin leg ik ook een link naar Zuid-Afrika, waar we ook bezig zijn met dit soort microgrids. Eigenlijk precies dezelfde situatie. Ook daar hebben ze, als ze het alleen zelf doen, hebben ze een heel beperkt aantal mogelijkheden. Maar doen ze het samen, delen ze het samen, dan ontstaat er ineens een veel beter palet aan mogelijkheden. Nou, dat zie je hier precies ook. Ja, laten we heel even kijken naar de resultaten. 53% op de vorige poll gaf aan, wij adviseren vooral. 24% zegt, voor ons is het voorlopig geen uitdaging. Nou, heel fijn. 12% zegt, binnenkort hebben we meer capaciteit nodig dan dat er nu beschikbaar is. En 12% zegt, we hebben nu meer capaciteit nodig dan beschikbaar is. Laten we in de techniek duiken, Sanne. Want we hebben een prachtig plaatje hier van hoe het in elkaar zit op Schiphol Trade Park. Ja, kijk, in de basis heb je het achterliggende net. Hè, dus wat we in die wolk hebben getekend. Normaal verwacht je dat je daar je stroom vandaan kan halen. Maar nu is eigenlijk gezegd, we hebben maar ruimte voor 4 megawatt voor heel het bedrijventerrein. Nou, er zitten 15 partijen en de eerste 4 partijen hebben die 4 megawatt al gecontracteerd. Dus eigenlijk hebben we niet voldoende voor iedereen. Dus wat we zijn gaan doen is
Nou, je gaat centraal ga je meten dat je die 4 megawatt die er is voor iedereen, dat je daar nooit overheen gaat. En lokaal ga je dan gaan al die verschillende bedrijven zoveel mogelijk opwekken met zonnepanelen. Nou, dat gaat best aardig. Dat heb je in de vorige grafiek ook gezien. In de zomer is er heel veel zonne-energie. Maar voor die andere momenten hebben we wat achter de hand. Als we toch meer dan die 4 megawatt nodig hebben, dan zullen we in eerste instantie proberen de batterijen die de verschillende partijen hebben staan, om die zoveel mogelijk te gebruiken tot het moment dat je zegt van nou, je wil nog een klein beetje een reserve houden. Voor als er calamiteiten zijn, dan moet je iets achter de hand houden. Dus dan ga je die batterijen, daar ga je minder van gebruiken en dan ga je toch ergens misschien een keer een gasgenerator aanzetten. Nou, dus is één computer die dus een algoritme heeft die beslissingen neemt. En die meet altijd real-time in dat onderstation. Nou ja, wat gebeurt er op al die aansluitingen? Plus, bij iedere aansluiting wordt ook nog eens live gemeten van hoeveel stroom wordt er afgenomen. Nou, wij hebben het vertrouwen gekregen met z'n allen van Liander. Dat is wel belangrijk, dat wij dus zorgen dat wij niet over die totale capaciteit heen gaan. Want het is voor hun ook een experiment. Dan gaan wij dus met marktpartijen samenwerken en hun het vertrouwen geven om een klein stukje van onze verantwoordelijkheid niet bij de netbeheerder te houden, maar als netbeheerder te delen met de partijen die hier samenwerken in het coöperatief. En dat maakt technisch kun je dat gewoon regelen, toch? Die software, ja. Die verbindt al die bedrijven met elkaar. Ja. Alleen op data en op energie gaat dat allemaal via Liander. Hè? Dus ja, nee, dat klopt. Hè? Dus er wordt overal real-time gemeten. Gaat naar één centrale computer. Als je kijkt nou per aansluiting, dan werkt het zoals het eigenlijk altijd werkt. Als je te veel energie produceert, dus meer dan je zelf kan gebruiken, dan zet je dat op het net van Liander, in dit geval van de netbeheerder. En als je meer energie nodig hebt dan je zelf kan produceren, dan haal je het eraf. Dus wij sturen niet letterlijk energie naar elkaar. Wij sturen energie naar het net en halen energie van het net. Maar we zorgen wel gezamenlijk dat we binnen die capaciteit blijven. Ja. Dat doen we wel echt helemaal gezamenlijk. Ja, en dat grafiekje dat komt uit die software van Spectral. En diezelfde software zorgt ook voor die aansturing. Dus die monitort real-time wat daar gebeurt. Ja. En die zorgt dat die assets bijspringen alleen op die momenten dat het nodig is. En ook in de juiste volgorde. Wat is de juiste volgorde? Altijd de batterij hier. Nou, de batterijen zullen altijd de goedkoopste stroom leveren. Van dat is stroom die is opgewekt met zonnepanelen. Dus in die zin zitten die vooraan. Die kunnen ook het snelste reageren binnen milliseconden. Een motor moet altijd eventjes opstarten. Hè? Net zoals een motor die in een auto zit. Dat kan je niet meteen vol gas, zeg maar. Dus ook die generatoren hebben even de tijd nodig om bij te springen. Bovendien is gas wat minder duurzaam. We willen van het gas af. We willen van het gas af. Het is duur en niet duurzaam. Dus juist. Dat is op dit moment zeker niet wenselijk. En we proberen nu juist een extra stapje te zetten, zeker gezien wat er nu allemaal aan de hand is, om te kijken of we nog minder gas kunnen gebruiken. We hebben al heel veel bespaart door het samenwerken. Maar we gaan nog kijken of we nog meer kunnen besparen. Ja. Het mooie van dit plaatje is dat je ziet hier het netwerk van Liander, van de netbeheerders hier leggen. En je legt er als het ware een datanet overheen. Juist. Ja, en daarmee kun je datagedreven het net gaan sturen. Nou, de netbeheerder blijft gewoon verantwoordelijk voor het net. Ook eigenaar van het net. Daar doen we ook helemaal verder niets mee. Alleen door de data kunnen we kijken of dat we niet door het plafond heen gaan. En als we dat dreigen, dat we dan maatregelen hebben genomen die voldoende robuust zijn om te zorgen dat we binnen de bandbreedtes blijven. Ja, en binnen de wetgeving is dit ook de enige manier om het in te regelen, toch? Je mag niet fysiek zomaar aan een compleet andere partij jouw opgewekte stroom leveren. Ja, weet je, stroomcongestie is echt nieuw. We worden er opeens mee overvallen, lijkt het wel. En dat maakt dat wetgeving er nog niet is. Loopt gewoon nog even achter. Wat wij hier doen is een pilot die zich binnen de marges van de wet ook gewoon afspeelt. De netbeheerder blijft gewoon beheerder van het net. En bedrijven blijven ook gewoon stroom afnemen van een leverancier. Wij worden niet opeens leverancier, we worden ook geen netbeheerder. Wat we gaan doen is met data inzicht geven en zorgen dat er op tijd voldoende capaciteit is die dan zorgt dat iedereen op het moment dat hij daar behoefte aan heeft
stroom kan krijgen. Ja, en Sanne, het mooie is dat op dit hele Schiphol Trade Park heb je op 3 plekken stuurbare assets staan. Ja, binnenkort hebben we op 3 plekken stuurbare assets staan. Jules is twee van die 3 plekken, zeg maar, ja. Zorgen wij daar. En 15 partijen maken daar dus gebruik van. Dus 4 partijen brengen eigenlijk hun capaciteit in die ze gecontracteerd hebben bij die ander. 3 partijen brengen hun eigen assets in. Heel veel partijen, misschien wel allemaal zonne-energie, denk ik. Bijna allemaal. Bijna allemaal. En samen met z'n 15 hebben we daar dus genoeg aan. En dat is wel bijzonder, want terwijl we maar 30% van de stroom krijgen die we hebben aangevraagd, kunnen we daar toch met z'n allen, door het slim met elkaar te delen, hebben we dus voldoende. Ja, echt mooi. Sander, is dit het bedrijventerrein van de toekomst? Gaat het er vrij rap op uitzien? Ja, ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is. En wat ik eigenlijk zo interessant vind, hè, het is niet alleen de techniek hier, maar het zijn de bedrijven daarachter natuurlijk die de afspraken gaan maken met elkaar. Daar moet het vandaan komen. Die moeten de dingen regelen om dit mogelijk te maken. Dus er ontstaat ook wel een stuk meer sociale cohesie in dit soort gebieden. En dat lijkt me ook een hele belangrijke. Ja, een vraag die is ingestuurd, Bart, is hoe vaak wordt nou zo'n algoritme geüpdate? Ja, dat is eigenlijk bijna een continu proces, want het is continu leren. En het mooie met algoritme is dat er ook een soort zelflerend vermogen in zit. Dus het is zo dat je zeg maar op basis van de data die binnenkomt ook zo'n systeem weer leert van hé, maar ik kan dat voortaan iets later of iets eerder aanzetten. Ik kan toch, zeg maar, nou ja, als er een piekje is geweest 's nachts om 3 uur... niet gelijk iedere dag de volgende keer 3 uur dan ook weer zo'n piekje. Dus je kunt daar wel, zeg maar, met elkaar zeg maar op basis van analyse doen. Maar ja, we weten dat die computers dat inmiddels vele malen sneller doen. Die leren ook sneller en kunnen dat ook sneller weer gaan toepassen. Ja. Dus het wordt wel zo slim ontwikkeld dat we niet zeggen, nou, iedere 3 maanden gaan we die algoritmes eens aanpassen. Nee, dat is een continu lerend proces, ook omdat er iedere keer weer veranderingen zijn. Bedrijven die, zeg maar, ook instappen of extra opwek wat er komt met zonnepanelen. Komt dus je moet een elektrische continu auto bij? Hè? Nou, dat soort dingen. Dat, ja. dat is een continu proces. Maar we gaan nog heel veel leren met elkaar. Dat is het ook. Dus we moeten niet de randen op gaan zoeken van, nou, nee, we zullen best wel met bandbreedtes werken waarin we aan de veilige kant blijven, want uiteindelijk ja, wil je wel dat je allemaal veilig stroom krijgt. Ja, aan de ene kant is het techniek, maar aan de andere kant zitten er natuurlijk ook allerlei juridische aspecten aan. Sanne, wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor dat systeem? Dat is een van de ingestuurde vragen. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk blijft het zo dat voor het fysieke netwerk blijft de netbeheerder verantwoordelijk. Dat kunnen ze niet weggeven. Zelfs als een ander netwerk zou bouwen, dan zou de ACM langskomen en zeggen, dit is een fysiek netwerk, dit hoort bij de netbeheerder te liggen. Dus dat blijft hun verantwoordelijkheid. Wij zijn natuurlijk wel als coöperatief verantwoordelijk voor de afspraken die we hebben gemaakt met de netbeheerder. En daar blijven we voorzichtig in, maar wij zorgen dat wij binnen die capaciteitsafspraken blijven. En ja, dat is natuurlijk een contractueel iets. Hè. We hebben met de netbeheerder afspraken gemaakt, die zijn contractueel vastgelegd als coöperatief. Dat zijn afspraken met elkaar, hè, want je wordt allemaal lid en je besluit ook van, nou ja, als je lid wordt, dan mogen andere mensen dus ook van mijn capaciteit gebruik maken. Daar krijg ik natuurlijk wel een vergoeding voor, maar je kan niet zomaar zeggen op enig moment van, nou, nu even niet, hè, buurman. Je bent lid geworden en dan ben je ook verplicht elkaar in die zin te helpen. Apart betekent dat nieuwe huurders ook lid moeten worden? Nee, dat is geen moeten. We leven in een vrij land en ik hoop dat dat nog lang zo is. Dus iedereen is vrij om in te stappen. Ja? Maar het is wel zoals Sanne zegt, als je instapt, dan gaan we er ook vanuit dat je commitment er ook ligt. Ja, ik denk dat de voordelen heel groot zijn. Het coöperatief is geen nieuw verdienmodel. Dus wat partijen bijdragen, ja, is ook de vergoeding die de ander krijgt voor het beschikbaar stellen van capaciteit of voor de batterijen. Ja. Dus het is eigenlijk van, we helpen elkaar en we delen het. Dus ja. Het is een soort nieuwe lokale economie die je daarmee creëert, zonder dat er een nieuw businessmodel opgezet wordt. Want dat is dus ook een vraag die er binnenkomt over het businessmodel. 15 bedrijven die werken samen op Schiphol Trade Park en betalen die bedrijven die het minst opwekken dan een maandelijk bedrag wat hoger is. En die meer gebruiken ook een bedrag wat hoger is. De investeringen delen we dus feitelijk met de coöperatieleden.
En je rekent dus af bij de coöperatie in plaats van bij de netbeheerder of allebei? Allebei. Ja. Nee, als je een contract hebt met de netbeheerder, en dat hebben alle bedrijven, dan heb je gewoon een contractuele verplichting met de netbeheerder. Tuurlijk. En de netbeheerder blijft gewoon beheerder van het net, dus die moet ook zijn vergoeding krijgen en die krijgt hij ook. Ja. Dus dat betekent dat zeg maar de coöperatie alleen zeg maar de uitwisseling is van capaciteiten. En als je gebruik maakt van die capaciteiten, dan betaal je daar ook voor. Als je de assets beschikbaar stelt, anderen willen die beschikbaarheid, daar willen ze gebruik van maken, dan betalen ze er ook voor. Maar zo collectiveer je wel de capaciteiten. En dat betekent dat opeens 3 partijen investeren in de assets en dan maken 15 partijen gebruik van. Nou, ik hoef niemand uit te leggen dat als je iets van 3 deelt met z'n 15, dat dat voor het totaal heel wat goedkoper uitkomt. Ja, Sander, dat is natuurlijk ontzettend mooi. Je ziet ook onder particulieren wel coöperatieven. Dan gaat het vooral juist om het opwekken over het algemeen. Denk je dat dit ook voor wijken ooit in beeld gaat komen? Ja, dat is zeker wel mijn beeld. Want de problemen die zijn vrij lokaal tegenwoordig met alle prosumers ook. En, dus ik vind het heel belangrijk dat dit bekender wordt. En dat hier meer mee gedaan wordt. Dat we meer gaan kijken naar lokaal evenwicht. En dat bewoners hier ook naartoe gaan. Ja, zeker. Ja, we hebben in het volgende plaatje hebben we nog de situatie van een individueel bedrijf. Die onderdeel uitmaakt van het coöperatief. Wat valt er op in dit plaatje? Nou, wat je hier kan zien is sowieso dat we centraal regelen. Het energiemanagement systeem zorgt ervoor dat je niet over die afgesproken netcapaciteit gaat die is afgesproken met netbeheerder. Nou, of de capaciteit die je nu, dat is het leuke, doorkrijgt een centrale computer. Van het algoritme waar we het net over hadden, die stuurt een bericht naar het energiemanagement systeem. Die zegt, wij verwachten dat je maximaal zoveel gaat afnemen. Of we willen graag dat je wat op het net duwt. Nou, dan gaat dat energiemanagement systeem, die gaat die verschillende dingen aansturen. Die kan dan zeggen, wij sturen een deel van onze stroom terug. Of we gaan maar sowieso genoeg stroom het pand insturen. Want de gebruiker gaat altijd voor. Wat je hier ziet op dit plaatje is uiteindelijk onze verwachting van hoeveel stroom je dezelfde kant op kan krijgen. Dus vanuit het zonnepark verwachten we normaal gesproken dat als je niet ingrijpt, dat ongeveer 1/3 van de stroom kan je op hetzelfde moment ook gebruiken in je pand. En de rest zou je dan normaal gesproken moeten bijstoken met de generator. Ja, wat het leuke is van het coöperatief is dat we deze pijlen gaan knijpen. Dus de generatorcapaciteit hebben we minder nodig omdat we meer uit het net kunnen halen. Omdat we het met elkaar delen. En we kunnen meer van onze zonnecapaciteit kunnen we delen met de buren. Nou, wat we daarna nog willen doen is natuurlijk hier bij de gebruiker kijken. Als je dus meer gebruik gaat duwen naar de plek waar die zonnecapaciteit ook is, dan heb je ook weer minder nodig van de buren of van de generator. Dus dat is het spel. Dus je probeert in het pand je gebruik te koppelen aan je opwek. En je probeert zoveel mogelijk van die duurzame energie zelf te gebruiken of aan de buren te leveren. Ja, en het mooie is natuurlijk dat je hier dus samen heel veel mogelijkheden hebt om sowieso energie te besparen, omdat je het meer kunt uitmiddelen. Je gaat die pieken eraf shaven. Ja. Maar Bart, hoe duurzaam is jullie ambitie? Hoe groen wil je zijn? Gaat dit puur om de netcongestie? Ja. Of wil je ook, nu het toch allemaal zo slim ingeregeld is, ook de volgende stap zetten? Nou, we gaan zeker de volgende stap zetten. Want je bouwt zo'n platform en zo'n samenwerking juist ook gericht op de toekomst. Hè. Mooi woord voor duurzaamheid is lange houdbaarheid. En dat betekent dat je iets inricht wat gericht is voor de toekomst. Nou, als wij nu zien dat we op deze manier met elkaar kunnen samenwerken als 15 bedrijven op een bedrijventerrein en we capaciteiten kunnen delen, dan zijn er nog wel meer capaciteiten die we kunnen delen. Hè, denk aan warmte. Denk aan parkeren. Denk aan logistiek. Denk aan mobiliteit. Zo zijn er heel veel vlakken waar er, schaarse ruimte benut wordt. Daar is en die dit op misschien een veel wel een initiator van, hè? Ja. Wat zeg je? Daar is dit misschien wel een initiator van. Ja, dit is het begin. En als je eenmaal dat platform hebt van delen en iedereen denkt, maar dit is handig. Op deze manier kun je samen veel duurzamer en veel goedkoper gebruik maken van energie.
ja, dan zijn er wel meer mogelijkheden. Ja. En Sander, dan is warmte voor de hand liggend als volgende stap, denk ik. Hè? Want dat is eigenlijk vaak een energieslurper. Ja, warmte is ook wel een restproduct. Bij al dit soort processen heb je vaak ook een restproduct. En warmte ontstaat er eigenlijk altijd bij dit soort veranderingen. Dus vaak is er ook lokaal wat warmte. En die is vaak ook handig voor een stukje opslag. Dus er is vaak warmte in het geding waarmee je ook aan de slag moet inderdaad. Ja. We zien juist dat hier op het bedrijventerrein behoorlijk veel bedrijven hun warmte en koude via de grond hebben geregeld. Dus met een WKO-installatie. Ja. Nou, het nadeel van zo'n WKO-installatie is dat je altijd ook daar zit met je balans. Mm-hmm. En ja, dan is het geweldig om dat met de buren ook te delen. Want dan wordt de balans in het gebied opeens heel wat eenvoudiger, in plaats van dat je dat allemaal op je kleine postzegel doet. Ja. Dus... En ook qua peakshaving, die WKO die kan prima eventjes lager gezet, ja. Wat harder draaien in de nacht. Nou ja, het personeel heeft er weinig moeite mee of dat je nou 's ochtends om 5 uur of om 6 uur de verwarming aan laat draaien. Als het maar gewoon comfortabel is op het moment dat men aan het werk gaat. Nou, Sanne, we hebben het over al die gezamenlijke assets en die software. Weet je, alles bij elkaar vergt dat best een enorme investering ook. Waar staat dat op de balans? En wij maken de investering. Dus wij sturen een energierekening daarvoor. En een huursom. Jules is de eigenaar. Het voordeel daarvan is ook als dit over een paar jaar is opgelost, dan kunnen we met diezelfde spullen weer ergens anders in het land problemen oplossen. Dus vandaar dat wij het ook... We maken die investering en we houden het dan ook. We zijn ook in gesprek in heel veel havens in Nederland, industrieterreinen, door heel het land. Waar je ook inderdaad ook veel meer andere vraagstukken hebt. Of inderdaad een warmtevraagstuk. Warmte met elkaar delen of een walstroomvraagstuk. Nou, we willen schepen gaan voorzien van stroom. Maar dan krijg je ook weer pieken. Elke keer als een schip aanmeert, dan heeft hij op dat moment een flinke piek. Waar hou je dat vandaan? Ja, dus we kijken juist, we proberen van dit voorbeeld te leren. En we zien het echt als een kraamkamer en we proberen het al op meer plekken te gaan toepassen. Ja. En dan is het natuurlijk wel handig als je je eigen spullen hebt, want dan kunnen we het ook op meer plekken gaan doen. Ja, we hebben het al wel gehad over spullen, over techniek, hoe het in elkaar steekt. Maar er komt meer bij kijken, hè? Want als je met 15 partijen dit wil doen... Dan horen daar afspraken bij. Je moet ook kijken naar de individuele profielen. Wat verwacht je ervan? En doe je überhaupt mee? Bart, jij gaf aan het begin aan, 1/3 van de partijen had al gecontracteerd vermogen. Ja. Die doen nu wel mee. Ja. Hoezo? Ja, dat is, zou je denken van, hey, je hebt geen probleem. En waarom ga je dan meedoen met deze oplossing? Ja, dat heeft toch te maken met de lange termijnvisie. Waar we het net over hadden, je bouwt zo'n platform als een soort ecosysteem voor het bedrijventerrein. En dat betekent dat er potentie zit om nog veel meer met elkaar te doen. En deze keer ben ik degene die wellicht capaciteit heb en stel ik ter beschikking. Maar de volgende keer heb ik behoefte aan capaciteit. Je kunt je voorstellen als een bedrijf heel succesvol wordt en uit wil breiden en meer capaciteit nodig heeft, dat de netbeheerder de komende jaren nog steeds nee zegt. En dan moet ik opeens aankloppen bij Sanne. En dan zeg ik, ja, mag ik dan toch gebruik maken van jouw capaciteit van je batterij of je zonnepanelen of wat dan ook. Dus deze bedrijven doorzien de potentie voor de toekomst om met elkaar naar een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem te gaan. En misschien nog wel, met combinatie warmte, logistiek, et cetera, om daar nog veel meer combinaties te maken. Want we staan nog maar aan het begin van de energietransitie. Die hele slag moet nog komen. Denk aan... bijvoorbeeld de hele mobiliteit. Ja. Jij bent langs geweest, hè? Jij ging bij die bedrijven allemaal langs om te kijken van, doe je mee? Ja. En dan vraag je natuurlijk ook, waarom doe je mee? Of voor welk argument ben je het meest gevoelig? Ik vraag niet waarom je meedoet. Nee. Maar wat kom je dan tegen? Waarom? Wat is de incentive? Verder ook een van de ingestuurde vragen. Als je bijvoorbeeld al gecontracteerd vermogen hebt, waarom vind je het dan mooi om toch in te stappen? Nou, heel eerlijk, hè? Dat is echt vanuit die toekomstgerichte visie van bedrijven. Waarin men zegt van, ik geloof in het samen delen van capaciteiten. Omdat dat zometeen mij ook gaat helpen. Want technisch kan het. Juridisch kunnen we het opschrijven. We kunnen alle profielen bij elkaar optellen. Maar uiteindelijk gaat het erom,
Wat beweegt zo'n, zeg maar, nou, bedrijventerrein, al die bedrijven om dat samen te doen? En ik zeg wel eens van ja, ieder heeft zijn eigen belangen. Maar wat je gaat, ja, eigenlijk gaat kweken, is dat er een collectief verlangen ontstaat. Dan zijn die eigen belangen niet weg. Maar dan ga je naar een collectief verlangen om te zeggen, maar wacht eens even, stel je voor dat we hier naartoe zouden gaan. Dus je hebt het gevoel dat die bedrijven ook allemaal een beetje koploper willen zijn. Ja. Ze vinden het echt mooi. Je zit niet voor, niets, je zit niet voor zelfs, niets op dit park. Het, het was ook zelfs zo dat er concurrenten hier, dacht ik, zelf samen willen werken. Dus. Ja, maar ze zijn allemaal concurrenten. Het zijn concurrenten van elkaar, maar ze concurreren niet op energie met elkaar. Ze concurreren, zeg maar, op whatever activiteiten, maar niet op basis van energie. Dat is een product dat nooit... Het is een soort van concept car. Het is een prototype. Als je nu meedoet, dan leer je ook mee. Als je aan de zijlijn gaat staan, ja, dan zijn andere partijen zijn allemaal aan het leren over de energietransitie. Die weten ervoor. Deze partijen zijn op meerdere locaties in het land en in het buitenland actief. Ja, als je hier mag meedoen, ja, dan ben je een van de partijen die ook kennis vergaart op dit vlak. Maar Sanne, ik denk dat het ook komt omdat het blijkbaar niet te veel pijn doet dan om mee te doen. Hè? Dit is best te doen. Het levert wel ook iets op, hè, als je meedoet. Van, als je je capaciteit deelt, dan krijg je daar ook weer een vergoeding voor terug. Maar die vergoeding is niet zo hoog dat dat nou deze partijen zo wakker heeft gemaakt. Ik denk dat hetgene wat deze partijen zo wakker heeft gemaakt is dat dit de eerste plek is in Nederland waar we op deze manier en op deze schaal capaciteit gaan delen. En zij voelen, hè, doordat ze overal in het land bezig zijn van hé, dit probleem ga ik daar en daar ook krijgen. Ik moet hier meer van af weten. Ik moet voorop lopen. Ja. Maar betalen ze dan stevig leergeld daarvoor? Of hoeven ze voor daar ook niet van wakker nou, te liggen? Nou, de partijen die helaas te laat waren, in de zin dat ze achter in de rij stonden na die eerste vijf, die hebben wel een behoorlijke kostenpost hier aan. Ja, want dit is wel duurder dan een aansluiting gewoon op het net. Ja, dit zijn allemaal extra investeringen en die delen we dan weliswaar met z'n 15. En dat is fijn, maar het zijn wel meer kosten. Dat is echt leergeld. Anders was het hele project niet doorgegaan. Anders was het hele project niet doorgegaan, dat klopt. Dus dat is de afweging die ze natuurlijk hebben gemaakt. Ja. Dus het was alsnog beter om het wel te doen. Maar moet je voorstellen hè, dat je zegt 90% van de energievraag kan voorzien worden vanuit 30% van de capaciteit. Ja. Dat betekent dat we heel veel capaciteit in Nederland hebben liggen die nog zeg maar heel weinig benut wordt. We zouden met elkaar de bestaande capaciteit veel efficiënter kunnen benutten. En dan zeg ik niet dat we niet meer moeten verzwaren en geen stations erbij. Maar dan wordt de druk daarop wordt in ieder geval een stuk lager. Kan veel minder. Ja. En daarmee kunnen we ook... waar je prioriteit gaat geven. Want hier kan je misschien, deze plek in Nederland, kan je het oplossen door samen te gaan werken. Nou, daar kan je misschien weer oplossen door hè, wind en zon te combineren bijvoorbeeld. Hè. Dan ga je kabelpoelen. Ja. En op een andere plek ga je weer een andere oplossing doen. En dan kan je wel je middelen, je mensen, je techniek naar de juiste plek sturen als netbeheerder. Ja. En Bart, nu zijn er ook nog best wel wat beperkingen vanuit de wetgeving. Verwacht jij... Ja, houdt dat jullie ergens tegen of... Nee, het houdt niet zozeer tegen. Ik denk dat we allemaal op zoek zijn naar hoe gaan we met elkaar door deze transitie komen. Dat is met elkaar toch kijken hoe je dat samen kan doen. En ja, wetgeving is altijd iets wat achteraf komt. Daar moet je eerst over nagedacht hebben, dan moet het opgeschreven, dan heeft het een hele lange weg. Maar een vraagsteller, er komt een vraag binnen over dat lijntje van zonnepanelen naar de netbeheerder. En dat lijntje kan niet zomaar lopen naar een ander bedrijf. En dat is eigenlijk, het hoeft is dat... ook niet. Nee? Ik zou dat zonder... Nee, maar dat betekent dat we weer een nieuw net ernaast gaan leggen. Er ligt een goed net. Hè, we hebben net ook geconstateerd, het net in Nederland is het beste van de wereld. Waarom zou je daar dan een nieuw netje... Dan moet dat ook weer beheerd worden door iemand. Laten we nou optimaal gebruik maken van het bestaande net. Juist. Daar zitten netbeheerders die al 100 jaar dit werk doen. Dus die heel goed weten hoe dit functioneert en werkt. Daar hebben we mee een hele hoge leveringsbetrouwbaarheid door. En dat maakt dat ik zeg, laten we alsjeblieft zorgen dat we het net optimaler gebruiken. En gaan zorgen dat er een datanet overheen komt. Zodat we veel meer gaan leren van wat er op het net gebeurt. En hoe wij met elkaar veroorzaken dat dit soort congestieproblematiek ontstaat. Want het is wel natuurlijk onze vraag of ons aanbod
die ervoor zorgt dat dit nu op het net gebeurt. Ja. Nou, en samen kunnen het dan weer voorkomen, hè? Dus ja, ideaal. Hey, en Sander, in die samenwerking, wat valt jou nog op? Wat is er mooi? Nou, wat ik veel zie is dat dit soort, zeg maar, microgrids, dat ontstaat eigenlijk overal, omdat het gewoon handiger is. En er kan nog wel een stuk meer ingezoomd worden op dat slimmere stuk. Hè, wat je hier ziet, dan is er veel meer mogelijk nog. Ja, mis jij nog een soort coaching hierin? Hè? Dus bedrijven die bepalen nu zelf aan de hand van die real-time informatie, van misschien moet ik daar nog wat aan knoppen draaien of op dat moment wat afschakelen of wat bijschakelen? Nou, bekendheid eigenlijk van dit, dat wat er allemaal mogelijk is eigenlijk, ja. Zonder dat je meteen zegt, nou, ik wil die piek wil ik hebben. Het gaat niet om die piek. Hè? Willen jullie die individuele bedrijven daar nog meer in gaan meenemen? Zeker. We doen steeds meer aan submetering, heet dat. Dus je begint bij de hoofdmeter. Daarin investeren we steeds meer ook in real-time oplossingen. Dat je ook echt al die pieken goed kan zien. Maar ook steeds dieper in iemand zijn netwerk, in het bedrijfsnetwerk, meten hoeveel stroom er wordt verbruikt. En dat ook de kwaliteit van die stroom is, waardoor je kan ingrijpen. En dan ook kan adviseren over energiebesparing, verschuiven van de piek. Ja. Over slimme analyse en de begeleiding daarin. Over je piek heen gaan door een batterij te gebruiken of dat soort dingen. Waardoor je niet een heel dure aansluiting van ver weg moet halen. En waar je even 1,5 miljoen voor moet betalen. Maar misschien door een batterij bij te plaatsen. Ja, dat je toch die piek kan wegnemen. Dat soort oplossingen allemaal. Bart, hoe lang heeft het geduurd om die 15 partijen mee te krijgen? Is een vraag die is ingestuurd. Het leuke is eigenlijk dat de partijen die gecontracteerde capaciteit hadden, dat we daar de grootste zorg over hadden of ze überhaupt wel mee wilden doen. En daar misschien wel iets meer energie in hadden. En die waren binnen 2-3 maanden waren die aan boord. We hebben juist het meest moeten praten nog met bedrijven die geen capaciteit hadden, om ze te overtuigen van het feit dat de individuele oplossing die ze zelf bedachten, dat ze dan zeiden van ja, die laten we dan als het ware los om in te stappen op het collectief. En zeker natuurlijk om te zeggen als bedrijf, ik ga zelf niet investeren in die opwek- en opslagcapaciteit, maar ik ga dat gebruiken van de buren. En hoe zeker is dat dan, et cetera. Dus dat soort gesprekken waren eigenlijk nog wel ingewikkelder dan de gesprekken met de bedrijven die capaciteit hadden. Nog een ingestuurde vraag. Wie bepaalt de leveringstarieven, Sanne? De leverancier. Nou kijk, de tarieven zijn gewoon de tarieven van netbeheer, hè, voor transport. En je neemt gewoon stroom af uit het net uiteindelijk. En dus wij delen weliswaar capaciteit met elkaar. We maken capaciteit beschikbaar voor elkaar. Maar omdat ik geen stroom verkoop aan de buurman, hoef ik ook niet te bepalen wat die stroom kost. Ik geef alleen maar aan het coöperatief wat kost het om mijn capaciteit beschikbaar te stellen voor de buurman. Ja. Tot slot, Sanne, wat is er nodig om dit zelf op te zetten? Nou, wat doorzettingsvermogen, denk ik. Ik denk dat al die partijen bij elkaar brengen, dat vergt wel dat je die stip op de horizon zet en dat je iedereen weet mee te krijgen om daarin in mee te doen. Maar ook, denk ik, wat verbeeldingskracht. Dat je durft te denken dat dit kan om al deze partijen op één lijn te krijgen. Want nou, toen wij het hier een tijdje geleden over hadden, hadden we best wel twijfels. Inderdaad, gaat iedereen hier nou aan meedoen? En dat je dus durft te dromen, durft te zeggen, nou, dat gaat wel degelijk gebeuren. En met die zelfverzekerheid dat ook durft te brengen, dan gaan ook langzamerhand gaan al die kippen in de hok, zullen we zeggen. En uiteindelijk weten we met z'n allen toch iets moois te maken. Ja, maar je moet dus weten wat je voor elkaar wil krijgen. Dat is belangrijk. En je krijgt het alleen maar voor elkaar als de situatie natuurlijk voldoende pijn doet ook. Natuurlijk, we starten. Ja, als je het hebt over verbeeldingskracht, hier is wat verbeeldingskracht. We starten met dat kaartje met veel rood. Hier is het kaartje zoals we het graag zouden zien. Hè? Helemaal groen, dat iedereen de capaciteit kan krijgen die nodig heeft. Sander, het laatste woord is aan jou. Als je dit voor elkaar wil krijgen, hè, heb je dan lokaal energiedelen absoluut nodig? Ja, dat denk ik zeker. Je hebt zeker dat lokaal delen heel erg nodig. En daar moeten we veel meer op inzetten. En dan voorkomen we een hoop problemen en kosten om dat net alleen maar zwaarder te maken. We moeten het voor een belangrijk deel slimmer maken. Dat is veel handiger. Ja, dan is er op het laatste moment nog één vraag binnengekomen. En dat is, wie bestuurt nou eigenlijk de coöperatie, Sanne? Dat ben jij volgens mij.
Nou, een van de. We gaan met z'n allen, zijn er wat bestuursleden in die coöperatie. Maar het is een coöperatief, dus ja, het is wat het is, een coöperatie. Dus met z'n allen bestuur je je eigen coöperatie. Ja, en dat is de kracht van samen. En daar zijn we in Nederland trouwens erg goed in. Hè? Dit is een land van verenigingen. Het is een coöperatief van verschillende bedrijven die samen slimme dingen doen. Dat hoort erbij. Dat is zelfs cruciaal als je om wil gaan met netcongestie. Als je de volgende stappen wil zetten voor de energietransitie. En je kan dat nu al goed organiseren. Daarover hebben we het gehad hier aan tafel. En met jou, dank voor het insturen van je vragen. Heel veel dank voor je belangstelling. En heel veel succes ook bij het zetten van de volgende stappen. Of het adviseren daarover. Hè? Want dat hadden we gezien. Dat veel, voor veel van jullie geldt dat ook. Heel veel dank Bart, Sander en Sanne. En jij dus heel veel dank voor je belangstelling. We starten nu nog een korte enquête. We zijn heel blij met je antwoorden. En we wensen je een hele fijne dag.